6 seconden sneller op de Noordslijven dan de... 6 seconden sneller op de Noordslijven dan... Welkom aan boord van de Mercedes AMG GTR Pro. Dat is eigenlijk de 911 GT3 RS van Mercedes. Pro staat voor RS. En dit is een lichtere, stijvere, agressiever afgestelde variant van die GTR. En deze auto komt voort uit de vraag van Mercedes AMG klanten dat ze een, ja, een trackday auto wilden hebben. Het was voor Mercedes AMG al verrassend dat er zoveel kopers van een GTR met deze auto naar trackdays gingen. En ik rij hem nu op de Hockenheimring, het Formule 1 circuit. Dit is een limited edition, ze gaan er maar 750 bouwen. Dit is een auto die echt bedoeld is voor mensen die, ja, echt het circuit op gaan. Halve rolkooi erin, agressievere wielstanden. Verbeterde koeling voor de remmen. Besturing is iets minder bekrachtigd. En het grootste verschil is eigenlijk dat er meer downforce is. Bij 250 km per uur heeft deze auto 99 kilo meer downforce. En het zit vooral in de neus. Dat hij ook op hoge snelheid in de snelle bochten. En die heb je op Hockenheim nogal wat. Dat hij daar minder onderstuurt. Dezelfde V8, 585 pk, 700 Nm. Vierwielsturing is ook niet veranderd. Short shiften, naar buiten laten lopen. Voor mij rijdt trouwens Bernd Schneider. De Mercedes legende, kun je wel zeggen. Lekkere kuipstoelen. En aan het uiterlijk kun je ook zien dat hij wat meer aerodynamica heeft. Hè? Die flapjes voor, die grotere splitter, die gurney achterop en die zijvlakken aan de zijkant achter de achterwielen. En dan gaan we het rechte stuk achterop op. Hele snelle bocht. Remmen. 7-bak is ook niet veranderd. Aandrijflijn is niet veranderd. Naar buiten laten lopen. En het gas erop. Hard remmen. Naar binnen. Over de curbs. Dit is de bocht waar Sebastian Vettel vorig jaar zo gênant de auto kwijtraakte. Je kent het nog wel. Verregende Grand Prix. Een beetje ondersturen hier. Hier ook. En het rechte stuk op. Remmen. Terugschakelen. Insturen en laten rollen. En weer uitaccelereren. Monster van een auto. 6 seconden sneller op de Noordslijven dan de... 6 seconden sneller op de Noordslijven dan de gewone GTR. Het is echt een snellere auto. En ik moet aardig doortrappen om Bernd Schneider bij te houden. De man heeft er enorm de sok in. 258, remmen, terugschakelen, roteren. Wow, dan voel je die vierwielsturing agressief zijn. Gas erop, een beetje overstuur. En weer door die versnelling heen. Bijna mijn rempunt gemist. Short shiften, die korte bochten. Onderstuur. Iets te hard erin gedoken. En
gas er weer op. Remmen, eentje terug, laten rollen over de curbs hier. En dan komen we weer op de Sebastian Vettel bocht. Daar gaan we geen Peter Hillos bocht van maken. Een mooi, mooi vloeiend stuk, zeg dit. Wel moeilijk. Rem los. Rechte stuk op. Gas. Langzaam voeren en weer uitaccelereren. Uitlaat is hetzelfde. Achterspoiler is hetzelfde. Op dat flapje na dus. Terug naar 2. Insturen. Niet helemaal aan de buiten laten lopen. Dus de bocht opofferen voor deze. En weer door de versnelling heen. Dat rechte stuk op. Heel snel. 2.35. Flat out. 2.62 zag ik. Rem los. En gas erop. En is het 3, kom je dan toch wat, net wat lekkerder weg uit die korte bochten. Heeft hij net wat meer tractie. Dit is die snelle bocht. Rempedaal. Ja, lekker. En hier hou ik mijn voet even op de rem. Bij het insturen. Of tijdens het insturen. Ja, en dat werkt toch wel goed om die zware neus naar binnen te krijgen. Laten rollen over de curbs. Dus een duidelijk andere auto dan een GT3 RS natuurlijk. Die heeft een motor achterin. Dit is een auto met heel veel hulpsystemen. Om al die massa de bocht in te slingeren. Bocht in voel je dat die vierwielsturing helpt om die kont in te laten sturen. Maar hem ook weer opvangt, zodat hij niet doorslaat. Hij gaat heel mooi over die curbstones heen. Er zitten natuurlijk andere dempers op. Waarvan vooral de inbound, dus de ingaande slag. Die is 50% stugger dan van de gewone GTR. Achter zijn ze zelfs iets zachter dan van de gewone GTR. Om die balans van die auto wat te veranderen. Dus minder onderstuur op hogere snelheid. En ja, als je zo 2 rondjes met die auto rijdt. Dan is het een auto die vooral ontzettend veel indruk maakt. Met zijn gegrom, met zijn geschud van die kont. Toch wel wat onderstuur in die lange bochten nog. In die korte bochten kun je dat er wel redelijk voorkomen door hem in te remmen. Maar ja, het blijft bewonderenswaardig hoe zo'n brute AMG toch zo over het circuit kan bewegen. Het is een auto waarmee je toch wel wat meer rondjes nodig hebt dan de 2 van nu, maar ja, het is wel speciaal. Het is wel speciaal. Het is een hele brute Mercedes AMG. Een echte Mercedes AMG ook. Niet zo verfijnd en precies als een GT3 RS. Die is ook sneller op de noordslijven trouwens, maar ja, het is wel een fantastische trackday special. Het is bruter, het is wilder, het is groffer, het is ruiger, maar daardoor ook fantastisch om mee te rijden.